Wij moeten werken naar financiële stabiliteit. Dit is volgens Silvano Tjonga-Hung, minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu en ad interim minister van Financiën, de basis om uit de financiële economische situatie te komen. Hoewel het niet gemakkelijk is, moeten wij de bittere pil slikken en de gepaste maatregelen nemen om het punt van stabiliteit te bereiken. Dit gaf de bewindsman aan tijdens het 50-jarig bestaan van de Vereniging van Economisten in Suriname, de VES. Wanneer je stabiliteit hebt, dan kun je sparen. En sparen opent de weg voor jou om beter te worden, om te investeren uiteindelijk. Dus het is een moeizame weg, het is een ondankbare weg, want iedereen heeft pijn en niemand gaat het je in dank afnemen. En soms komt die stabiliteit zelf als die regering al weg is, dan komt die. Ja, maar we moeten een aantal zaken rechttrekken om ervoor te zorgen dat ergens in de toekomst, we weer een stukje stabiele economie hebben en dat een economie waar mensen op een normale manier kunnen leven, waar ze kunnen sparen, waar ze kunnen werken en een goed salaris verdienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk. Gelet op de Surinaamse situatie is de regering bezig een strak programma uit te voeren. De bewindsman benadrukt dat er niet moet worden uitgeweken van dat programma. Sommige maatregelen worden niet met open armen ontvangen. Maar het is de taak van de beleidsvoerders om de samenleving te blijven informeren over de harde maatregelen die genomen moeten worden om de economie gezond te maken. Ik ga van mij niet horen dat zaken verzacht kunnen worden zoals wij zeg maar dat gewend zijn. Asani, er is een deft op pijn. Pijn, wij zijn niet, toch? We kijken ook om ons heen. En hoe staat dat? Tekelen naar kisma, tekelen naar alasma, van groot tot laag, hoog tot laag. En het is natuurlijk, het blijft een moeilijke zaak. Wat je blijft doen als regering is blijven proberen om die pijn te verzachten. Om bij wijze van praatje eigenlijk een natte lap te leggen op die wond die zoveel pijn doet.